25 jaar. We hebben 25 jaar moeten wachten op dit moment. En we wisten allemaal dat hij ging komen. Natuurlijk wisten we dat hij ging komen. Het beste spel aller tijden. En natuurlijk moet ik, als de grootste Minecraft-YouTuber, natuurlijk moet ik mijn reactie geven op deze trailer. Natuurlijk moet ik jullie vertellen wat mijn mening is. En dat is precies wat we nu gaan doen. Dus let's go! Wat? Holy fucking shit, moet je zien hoe vet dat eruit ziet. Dit is dus precies, hè, als ik een hele dag heb zitten stripminen in de wereld van Minecraft en ik zou gaan slapen en dromen, dan is dit hoe ik mij de Minecraft-wereld visualiseerde. Holy shit, wat is dit epic. Is dat niet die die ene van TikTok? Ik weet wie zij is. Ik weet wie zij is. Zij speelt in de Wednesday-serie. Zij is Wednesday's beste vriendin. Zij is heel goed. Geen idee wie dat is. Zien jullie wie dat is? Dat is Khal Drogo. Van Game of Thrones. Hoe kunnen ze het Khal Drogo-personage ineens zomaar in Minecraft hebben? Wacht eens even. Nu gaan mijn analytische sensoren die gaan rinkelen en die gaan helemaal tekeer. Betekent dit? Is nu zojuist officieel confirmed? Is dus zojuist officieel confirmed dat Game of Thrones en Minecraft hetzelfde universum zijn? Zijn er al mensen die deze video helemaal geanalyseerd hebben, die deze video helemaal geontleed hebben? Want als dat waar is, dan is het huge. Dat is huge. Oh, laten we snel verder gaan. Dat is zo'n Minecraft schaap. In Minecraft heb je van die schapen en dan kun je ze afslachten voor vlees en wol. Dat is net als in de game. What the hell? Dat is de maan van Minecraft. In Minecraft heb je een vierkante maan, want alles bestaat uit blokjes. Dus de maan bestaat ook uit een blokje. Ik vind het een prachtig detail dat ze dat wel zo behouden hebben. Want met de huidige technologie, ze hadden er ook gewoon een rondje van kunnen maken. Maar ze blijven trouw aan de bron. En in de bron is het een vierkant. En ik vind het mooi dat ze dat houden. Dat vind ik mooi. Zagen jullie dat? Even terugspoelen, dit is belangrijk. Als je in Minecraft een stuk hout kapot maakt, dan verandert dat in een klein blokje die je kan oppakken. Vervolgens kun je dat blokje ergens anders in de wereld plaatsen. Ik denk dat ze in de film dat dus ook gaan doen. Want ze hebben nu dat blokje en die kun je dan overal plaatsen. Nee, alsjeblieft, Khal Drogo, alsjeblieft, kijk achter je, oh nee, kijk alsjeblieft achter je, Khal Drogo. Oh, ze laten het niet, is dat een nether? Is dit een nether? Who are you? I am Steve. Let's go, yes, Jack Black is Steve. Moet je zien, dit is gewoon de echte versie van Steve en hij is oud. Ik weet wat dat betekent, het is symbolisch. Wij spelen al 25 jaar in de wereld van Minecraft. Wij zijn veteranen en wij zijn begonnen als Steve. Dus het is nu net alsof wij naar onszelf kijken. Steve wat de wijze oude sage die de helden gaat rondleiden door de wereld van de Minecraft. Oké. Okay. Ze snappen het niet. ze snappen niet dat hij heel bekend is van Minecraft. Ja.
Interessant. Ik laat de trailer gewoon even lekker loopen nu. Oké. Okay. Dit is wat ik denk wat gaat gebeuren. Onze helden komen in de wereld van Minecraft en ze hebben geen flauw idee wat ze moeten doen. En dan komen ze Steve tegen. Steve legt ze uit dat ze moeten minen, dat ze vlees moeten krijgen, dat ze moeten eten, dat ze moeten slapen. Dat ze, wat er ook gebeurt, niet 's avonds rondlopen. Want 's avonds lopen de enge monsters rond. Maar dan heb je Khal Drogo. Stoere man. Sterke man. Die gaat 's avonds wel op pad. En wat gebeurt er vervolgens? Dit is heel belangrijk. Khal Drogo valt in een ravijn. En komt daar een Enderman tegen. En we weten allemaal wat er gebeurt als een Enderman je in de ogen kijkt. Dan ben je de lul. Maar in deze film gaat het anders zijn. In deze film gaat het anders zijn. Want in deze film doet de Enderman wat anders. De Enderman kijkt je in de ogen en vervolgens ben je vervloekt. De Enderman is op zoek naar de uitverkorene. En dat is Khal Drogo. Khal Drogo wordt overgenomen door een gedaante. Een gedaante die al sinds het begin van de Minecraft-wereld rondzwerft. Niemand weet waar die is, maar we kennen hem allemaal. En ik denk dat jullie wel weten over wie ik het heb. Herobrine. Khal Drogo gaat bezeten worden door Herobrine. Herobrine neemt het lichaam van Khal Drogo over en revived de Ender Dragon. Vervolgens moeten onze helden met de hulp van Steve, Jack Black die Steve speelt, Steve moet uitleggen hoe onze helden naar de Nether kunnen gaan. Want het is Steve niet gelukt in zijn eentje om genoeg diamanten bij elkaar te kunnen rapen om naar de Nether te kunnen. Diamanten, boeken, enchantments, noem het allemaal maar op. Het moet allemaal verzameld worden, zodat onze helden naar de Nether kunnen. Als dat is wat gaat gebeuren, dan wordt dit, ik denk wel, de beste film van de eeuw. Dat. Het maakt me gewoon een beetje emotioneel, hoor. Gewoon, we hebben zo lang moeten wachten. En ik moet gewoon meteen terugdenken aan de Njendum. Denk toch eens terug aan alle prachtige avonturen die we hebben beleefd in de Njendum. Gewoon al die mooie verhalen. Zet even in de reacties wat jullie favoriete oorlog was in de Njendum. Wat was jullie favoriete verhaallijn? En geef de video ook gelijk even een like. En deel hem met al je vrienden. Als deze film niet minstens 5 Oscars krijgt, dan beschouw ik de filmindustrie verloren.